gaat om dit soort brievenbussen waar helemaal geen sticker op zit. Dit is nodig omdat er een hoop mensen zijn die de folders niet lezen, maar ze toch krijgen, omdat die stickeraanvragen nog steeds op de to-do-list staat. Het gaat ongeveer om 30 kilo per jaar. Het gaat dus om dit soort pakken papier die mensen ongevraagd in de brievenbus krijgen. Zeker, de nieuwsbode en de stadspers zijn huis- en huisbladen. Daar verandert niks aan. Aanstaande dinsdag in de gemeenteraad gaan GroenLinks en D66 een voorstel indienen om ervoor te zorgen dat mensen die geen sticker op hun voordeur hebben, dit soort ongeadresseerde drukwerk niet meer krijgen. En daar hoeven ze dan niks voor te doen. Nou, dat hopen wij heel erg. GroenLinks en D66 doen dit niet voor niks. Maar nog niet iedereen is ervan overtuigd, dus het wordt best een beetje spannend of die er dinsdag doorkomt. Dus bij deze roepen we jullie ook op. Laat horen dat je hier ook voor bent. Dat is helemaal geen probleem. Dan hoeft u alleen maar een ja-ja-sticker op uw brievenbus te plakken. Dus als het aan ons ligt, volgend jaar dit soort brievenbussen geen folders meer. Want dit soort pakken, ongelezen, in de vuilnisbak is zonde.